goedemiddag dames en heren. Hans begon heel mooi met, ik hou het wat algemeen, want het wordt zo technisch. Hans, ik loop met dit microfoontje nog een rondje. Staat Marco de Vos, waar zit hij? Staat zijn big data uit te leggen. En ik vang één zin op. Het is watergekoeld. Zo geweldig. Dus dat is, dat bedoelt dan, jij en ik snappen dat dan ook weer gewoon. Het is gewoon een motor, watergekoeld, klaar ben je. Ik vond het wel mooi om te zien hoe inderdaad je daar alweer opstellingen zag van wat hier voor enorme technische ontwikkelingen plaatsvinden. En Marco de Vos met zijn Astron is daar het werkende voorbeeld van. Dames en heren, als ik vanmiddag om me heen kijk, doe ik dat met enige trots. Want ik zie heel veel bedrijven hier vertegenwoordigd en een heleboel kennisinstellingen. The usual suspects noemen we dat wel eens, maar ik denk dat dat vanmiddag heel goed is, dat wij elkaar op zo'n moment hier vinden. Ik zal er verder op wat van zeggen, maar Hans gaf het al aan. We zitten op een moment dat we het ook echt met elkaar moeten gaan doen. En dit is volgens mij een heel goed moment om dat met elkaar nog eens een keer weer vanmiddag te bevestigen. Het Sensor Cluster leeft en groeit. Dat is precies wat de initiatiefnemers zo'n 6-7 jaar geleden voor ogen hadden. In 2006 hebben Astron, provincie Drenthe, ministerie van Economische Zaken, heel fijn dat u er ook bent vanmiddag, gemeente Assen het initiatief genomen om een sensortechnologieprogramma op te zetten. We zagen met elkaar kansen om de kennis die opgedaan werd bij de ontwikkeling van de LOFAR-antenne, u kent hem nog, een innovatief sensornetwerk, breder te benutten. Om slimme technologische oplossingen te bedenken voor maatschappelijke vraagstukken. Om nieuwe producten en diensten te ontwikkelen en daarmee banen te scheppen in Noord-Nederland. In 2006 was er nog geen sprake van een cluster. Er waren wel bedrijven die iets deden met sensoren. En we hadden Astron en de Rijksuniversiteit Groningen, die op wetenschappelijk niveau met sensortechnologie en datamanagement bezig waren. Maar het was allemaal versnipperd en weinig zichtbaar. En de initiatiefnemers waren er in 2006 van overtuigd dat hier potentie was. Door versterking van het netwerk neemt de uitwisseling van kennis en dus de kans op innovaties toe, zo dacht men. Door samenwerking kunnen efficiëntievoordelen gehaald worden. En dit leidt tot een betere concurrentiekracht van bedrijven in het cluster. Een betere zichtbaarheid van het cluster zelf trekt weer nieuwe bedrijvigheid aan. En vooral vanuit de overheden hebben we de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in de uitbouw van het Noordelijk Sensor Systeemtechnologie Cluster. In onderzoek, in onderwijs. Er is een goede kennisbasis gelegd voor het cluster. We hebben een nieuwe HBO-opleiding op het gebied van sensortechnologie, het HIT, in Assen. We hebben het onderzoeksinstituut, Hans noemde het al, INCAS 3, dat de brug slaat tussen wetenschappelijke kennis en bedrijven. En we hebben een uniek sensormeetnetwerk in Assen, Sensor City. Het is het openluchtlaboratorium, ons Living Lab hier in Assen. En de kennis is uitgebouwd binnen de bestaande kennisinstellingen. Bijvoorbeeld bij de RUG met een project als Target, maar ook in de vorm van toegepaste kennis in de grote demo-projecten. U kent ze misschien, de Eikdijk, SARA, Smart Factory. Het werd al genoemd. Ik zag zo net een plaatje volgens mij van zo'n grote concave bij Fokker, waarin dat wordt toegepast. High-tech systems materials verbonden met sensortechnologie. Vorig jaar hebben de provincie Drenthe en het ministerie van EZ besloten om te investeren in DOM. Vele, vele miljoenen. Een project waarin Astron en IBM een centrum oprichten voor extra snelle, energiezuinige computersystemen voor zeer grootschalige dataverwerking. En dit project maakt onderdeel uit van de agenda van de topsector high-tech systems and materials. En lijkt een bijdrage te kunnen leveren aan het Nationaal ICT Doorbraakproject. Vanuit die basis bouwen we verder naar een volgende fase in de regionale aanpak van innovatiebevordering en clusterontwikkeling op het gebied van sensorsysteemtechnologie. De overheden hebben bij het leggen van de basis en het bevorderen van de juiste randvoorwaarden een grote, betrekkende rol gespeeld. En we hebben als belangrijkste investeerders in hoge mate het tempo en de inhoud bepaald. En we zijn er nog niet. Er moet de komende jaren nog veel gebeuren om de ambitie te verwezenlijken om een internationaal, toonaangevend economisch cluster te ontwikkelen rond intelligente sensorsystemen. En de provincie Drenthe ziet nog steeds de kansen van sensorsysteemtechnologie voor Noord-Nederland. En daarom hebben wij onlangs opnieuw middelen ter beschikking gesteld om de basis van het sensorcluster tot en met 2018 verder te versterken. Om nog een steuntje te geven aan de nieuwe organisaties, om het netwerk nog verder uit te bouwen, om samenwerking te verbeteren door bijvoorbeeld een kenniscampus. Onze rol als overheid zal echter een andere worden. We blijven als partner betrokken.
maar we zullen minder als aanjager en financier fungeren. Ik ben van mening dat de nadruk voortaan veel meer moet komen te liggen op het ontwikkelen van business cases, concreet. Dat betekent dat de overheden minder aanzet zijn. Wij stimuleren, faciliteren, zorgen voor de randvoorwaarden, maar het zijn de bedrijven die ondernemen en innoveren. En u, bedrijven, moet uw kansen daarin de komende periode gaan grijpen voor uzelf, maar juist ook voor onze samenleving en alles wat wij met elkaar hier kunnen bereiken in Nederland op dat gebied. Sensor systeemtechnologie gaat over big data, slimme systemen, smart factories en heel veel meer. Het gaat over verrassende oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. De positie als enabling technology wordt wel genoemd als een nadeel als het gaat om de zichtbaarheid en afbakening. Wij weten beter. Het is juist de kracht. Sensortechnologie is onmisbaar om heel veel maatschappelijke innovaties op het gebied van bijvoorbeeld energie, gezondheidszorg, landbouw mogelijk te maken. Juist op het snijvlak van sensortechnologie en de sectoren die in Noord-Nederland goed zijn ingebed, liggen de kansen voor duurzaam regionaal concurrentievermogen. Het realiseert slimme niches die Noord-Nederland onderscheidend en concurrerend maken ten opzichte van de andere Europese regio's. Er is een groeiende samenhang en interactie tussen sensortechnologie en de andere noordelijke clusters te zien. Het is belangrijk dat wordt ingezet op regionale showcases om ook een groter publiek te bereiken met deze vernieuwende technologie. We kunnen en moeten laten zien met welke bijzondere zaken we hier bezig zijn. Aan Den Haag en Brussel, aan bedrijven en instellingen, hier en elders in Nederland, maar ook over de grens, de komende periode. Ik weet dat er weer nieuwe projecten komen. Dit is onze kans om ook richting Duitsland de verbinding te maken. En ik daag u dan ook uit om de kansen te pakken. Sluit u aan. Praat mee, doe mee, want zoals het thema van vandaag al zegt, we staan er met elkaar allemaal voor. Met sensortechnologie valt winst te maken. Dank u wel.